Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen. Dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes. Ik ben Jeron Dewulf en ik word vandaag bijgestaan door Peter Hens. Hey. En het publiek dat u hoort is het live publiek hier in het Zottekot in Pulderbos. Yeah! We hebben van ons publiek een hele mooie titel gekregen, Peter. Er was eens een bloemkool die een boontje had voor een selder. Mooi, hè? Goed. Keimaar. Ja, oké, hier gaan we dan. Er was eens een bloemkool. En die bloemkool die had een boontje voor een selder. En die bloemkool die ging dagenlang door het bos en kwam eindelijk die selder tegen. En die bloemkool die zegt, hier, ik heb hier een zakje met één boontje. En dat boontje is voor u. Want ja, ik heb het nog niet durven zeggen, maar van alle groenten vind ik de selders de groenste. Ja, jij bent zo schoon met je lange stengels. En uw bladeren van boven. Ik heb zelfs posters van u hangen in mijn kamer. Want uiteindelijk, ik ben een bloemkool. Ik ben een heel eenzijdige groente. Ja, ik heb alleen maar vet. Bloemkoolvet heb ik alleen maar. Ja, en om mij klaar te maken, heb je de minste saus nodig om mij lekker te krijgen. Maar gij, selder, van u maken ze soep. U eten ze rauw. Gij... En ze maken ook nog soep van u en ze eten rauw. Ik zeg dat ook 2 keer, omdat het zo belangrijk is. Ah, zei de selder. Nu, de bloemkool wist niet. Hij had de selder alleen nog maar gezien. Hij had nog nooit met de selder gesproken. En de selder is van alle groenten de meest hotijne groente van allemaal. Dus die zei van zeg. Vanuit de hoogte sprak de selder de bloemkool toe. Zeg... Dat is al wat ik waard ben. Of 1 boontje. Jij doet wel dat jij mij graag ziet, maar 1 klein onnozel boontje, dat krijg ik van jou. Wat voor een stomme kool zeg jij? Een bloemkool. Een bloemkool. Ik heb ooit een relatie gehad met een broccoli van Italië. Dat was tenminste een kool. Je gaf mij 2 westen en een handvat voor te drinken. Zei de selder uit de hoogte. Het was ook een rare selder. Ja. Hij zei dingen die alleen selders onderling kunnen begrijpen bij elkaar. Ja. De bloemkool was een beetje gedesillusioneerd. Heel zijn leven had hij opgekeken naar die selder en eindelijk kon hem praten met die selder en merkte dat die selder eigenlijk een hotijne eikel was. Ja, want die bloemkool is natuurlijk dik en klein, die telt aan de boven. Dus je moet tegen iedereen zeggen van ja en nee en nee, die selder is... En die storen hoog, dus je ineens zoiets van... Ja, maar ja, ik wil ook wel eens een selder zijn, hè? Dus je had een speciaal selderboom aan hem gegeven. Die veranderde hem dan in ook een bloemkool. En die selder werd op een dag een bloemkool. En hij dacht, en een andere bloemkool dacht, nu gaat die selder wel een beetje minder uit de hoogte klappen. Maar nee... Die bloemkoolselder begon ineens uit de hoogte te doen tegen de sprutjes. Wat voor klein, belachelijke, knolletjes zitten gollen. Ik ben tenminste een bloemkool. Zet de selder bloemkool. Tegen de sprutjes. En de sprutjes die begonnen ook gewoon zichzelf tot moes te mengen. En gingen dan een moesaanval organiseren tegen de bloemkool. Ja, en die bloemkool had die moesaanval niet zien komen en kreeg er van langs. Moes links, moes rechts, overal moes. En toen had een bloemkool zoiets van, dat gaat Pascal Nasens over schrijven. Bloemkolenmoes. Ja. Maar nog steeds was de andere bloemkool... nog gedesillusioneerd. Net als ik. Omdat hij een bloemkoolselder nog altijd hotijn was. Die had nog altijd zijn lesje niet geleerd. En hij vroeg zich af, hoe kan ik die selder eindelijk duidelijk maken dat een selder niet per se beter is dan een bloemkool of een warmoes of een andere vergeten groente. En dan stak die in een papierversnipperaar. En de celder kwam er in stukjes uit. Nee, blette wel, hè, zei de Ajoana. En heel het groenteland kwam in opstand tegen alle celders. Er kwam een ware genocide van celders. Ja, soep. Celders soep ook. Oh, rare woorden na elkaar die daar niet passen. De oorlog was compleet. Ja. Zij, Gerard, die het sprookje vertelde, ergens boven op zolder. Ja. En zo gebeurde dat alle celders werden kapotgemaakt. En vanaf dat moment was er geen hotijnencelder in geen supermarkt, op geen veld, op geen plek nog te vinden. En toen waren er, dankjewel, blonde mevrouw in de zetel. En toen waren er alleen nog knolcelders. En moesten weten, ook dat zijn klootzakjes. Smeerlappen. Ja, wacht. Wat is de moraal van dit verhaal? Ik ben heel benieuwd. Dat als je hotin bent... bakjes moet houden. Gewoon je bakjes moet houden. Of geëindigd als een celder in de soep. Of als stomp. Of als... Voilà. Dankjewel. Slaap lekker. Oh.